Nummertje 31. Ik lijk echt niet op mijn moeder, hè? We komen dus altijd sekspak kerst. Ik heb dit sekspak gekregen. Meteen laat ik allemaal drank vallen die ik mee heb genomen. Happy New Year! Happy New Year! We hebben kerstfeest op kantoor en alle meiden zijn er. En ook alle meiden van Noor en Kay. En het is zo gezellig en het ziet er zo insane goed uit. Kijk mee. Dan loop ik altijd hier naar Kees kantoor. Heel veel meiden. Deze meiden ook. En deze meid. Dit is zo niet normaal. Hey, what's happening, man? En Kay doet dan welke letters er zijn en het draaien. Ja, en het draaien. Ik heb twee talen. Spectaculair. Oh, ik heb deze. Oh. 41N. 41N. Nummer 62. Oh. Ja. Oh. Ja, die heb ik ook. Nee, joh. Ik heb het toch wel een keer bingo. Ik heb echt veel, maar niet op een rijtje. Maar dat gaat niet zo echt. Je hebt het niet op een rijtje zitten. Oké. Nummertje 42. Rij N. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. 1. Yes! Woe, woe, woe. Bingo. Kom maar hier met je belletje. Nou, kom maar hier. Met je belletje. Schuim toch? Nee, ik zag het in. Klopt. Zeker bingo. Ja. Het kerstfeest was fantastisch. En inmiddels is het pikdonker. Ik begin ook steeds verkoudener te worden. Het is echt niet relaxed. Ik ben altijd ziek met de feestdagen. Volgens mij is het dan gewoon zo. Dus je lichaam denkt, oké, nu kan je even rust. We gaan je attacken. Hier staat trouwens een unicorn achter mij. Zulke grappige dingen tref je aan in je kerstpost. Echt iets van 35 pakketten op het moment. Dus ik ben alles aan het uitpakken. Oh, daar is Jordi die me belt omdat we uit het eten gaan om iets leuks te vieren. En nee, ik ben geen zwangerschap, iets werkgerelateerds. Dus we gaan even pizza's eten. Yes! Het is nu de 23ste. En vandaag heb ik mijn eerste kerstdiner met vrienden. Ik heb daar heel veel zin in. Ik heb heel veel zin om iedereen weer te zien. Ik heb Anna echt al weken niet gezien. En Nikki is er ook. Die heb ik ook al 2 maanden niet gezien of zo. Vet gezellig. Ik heb me speciaal even mooi opgemaakt. Beetje van een rode tint van MAC. Ik zal binnenkort ook even een make-up tutorial van deze look doen. Er zijn weer wat nieuwe producten en technieken in betrokken. Dus voor degene die daarom vragen, zal ik dat binnenkort even opnemen. Ja, bizar dat er bijna weer een jaar op zit. Vind ik echt heel gek. Het was echt een bewogen jaar ook wel. Er is zoveel gebeurd en zoveel mooie dingen. Maar het is ook echt heel druk geweest. Dit worden wel dagen die helemaal volgepropt zitten. Dus het is niet echt uitrusten. Maar wel goed om een beetje stil te staan bij alles wat ik volgend jaar anders ga doen. En alle geweldige dingen die gewoon blijven staan. Ik ga nu naar het Student Hotel waar we eerst een diner hebben met een boel mensen. En dan lekker een feestje. En morgen heb ik dus een bruiloft met een sprookjesthema. Jordi en ik zijn allebei van die super last minute mensen. Dus we hebben het helemaal niet goed voorbereid. Ik had overigens wel echt voor honderden euro's dingen op ASOS besteld. Allemaal prinsessenjurk en zo. Ik dacht dat wordt hem wel. Er zit vast iets bij. Maar het was hem echt helemaal niet. Dus ik ga nu gewoon in een zwart velvet pak met een zwart kroontje met allemaal stenen erop als een soort evil princess. En Jordi heeft een soort duivelsoortjes en die gaat in een rood met zwart velvet pak. En dan zijn we samen een velvet duo. Komt helemaal goed. Ik heb vandaag mijn make-up skills op hem getest. Echt hilarisch. Oh, oh, oh. Dat is zo grappig. Hij is ook zo'n rotzak, want hij heeft gewoon een heel mooi hoofd. Als ik hem oogschaduw opdoe, ik had allemaal van die natuurlijke tinten en zo, dan is hij gewoon heel knap. Tegenstelling tot normaal, nee, grapje. Maar dat staat hem gewoon hartstikke goed. Dus dan wordt wel lachen. Ik zal het morgen even vastleggen voor jullie. Oké, kom binnen en meteen laat ik allemaal drank vallen die ik mee heb genomen. Hi, Antje! Even K5. Wij zijn echt, dit is ons leven zo erg, zo treurig. Danny gaat er ook aan. Dit geluid is echt de ringtoon van de avond. Gewoon, of de soundtrack van ons leven.
Ja, is het erg. Ga jij weer aan die paal zwieren, net als op die bachelor die wij, waar wij van alles hebben geoefend. Oh, toen! Jij was best goed. Nee, ik was niet zo goed. Wim was goed. Wim was echt een master of the pole. Wim was echt fantastisch. Man. Lord of the poles. En achter jou, iets wat me ook wel aanspreekt, een mega disco ball. Ja, dat dacht ik. Dat is natuurlijk mijn droom in het leven. En deze twee schatjes. Hallo. Hallo. Het lijkt een beetje zo'n soort MTV setting. Dat is het een beetje. Als ik het zo zie. Vet leuk, toch? Alsof ze in zo'n studiootje zitten. So pretty. Hoi, hoi. Maar deze jongen maar is even lekker mooi. We gaan als een soort donker koningspaar. Hoppa. King underground. From the underworld. Goedemorgen. 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 Het is nu tweede kerstdag. En... ik heb niet gevlogd op de bruiloft, want dit zijn echt mensen die heel erg in het nu leven en niet met foto's en mobiels en zo bezig zijn de hele tijd. Dus ik dacht, ik doe het lekker weg. En van de bruiloft zijn we met onze bakkenhoofdjes doorgegaan naar Jordi's zus, waar we heel gezellig hebben gegeten. En nu gaan we naar mijn tweeling, Milan. En hij heeft samen met zijn vriendin een super lekkere kerstbrunch op voorbereid. En mijn kerstcadeau is dat ik weer bij Jordi op de fiets mag, want dat vind ik altijd heel leuk. Even kijken, niet zo op de fietsen. Ik ben heel lui. En ik vind het heel gezellig, want het zit zo lekker dicht tegen elkaar aan. Kijk, nu ga ik dus op de fiets. Zo gezellig! Nee, ik zie er helemaal niet meer brak uit. Nee, jij ziet er goed uit. Dat is toch super gezellig. Jij vindt het ook gezellig hoor. Nee. Wel hè? Nee. Wat zou er allemaal op de kersttafel staan? Kalkoen. Lekkere croissantjes. Cranberries. Lekkere broodjes. Mm-hmm. Lekkere hummusachtige dingetjes. Choco. Chocolade. Champi. Champie, champagne papi. Oké, ik ga weer even dit weg doen, want daar gaat het vallen. Ik vond het net zo gezellig dat je bij was. Ik ben dus helemaal vergeten het hele kerst om mij te vloggen. Maar nu zijn we met z'n allen. Hey Mie van Kiva! Ze doen het op z'n manier horen. Hey Mie van Kiva! Mijn moeder. Zijn we op pad naar de Bijenkorf, want dat doen we elk jaar, dat is onze traditie. Want daar is dan sale en dan, ik doe het echt al 10 jaar met Miva, mijn tweelingetje. Dan gaan we altijd iets leuks voor onszelf kopen of gewoon rondkrijgen ofzo. Hey mam! Hi mam! Hallo! Ik lijk echt niet op mijn moeder hè? Vader hiervoor. We gaan nu lekker in de Zeedijk. De Chinese straten zitten allemaal rondom de Zeedijk aan Amsterdam. Gaan we lekker Thais eten bij een restaurantje dat heet Ocha. En het ziet er totaal niet gezellig uit, maar het is heel lekker. En gewoon goed eten en we hadden zin in niet traditioneel kerstding, maar gewoon iets chills. Dus dat is lekker. En het heeft ook wel iets, er is hier zoveel licht van al die tentjes met Chinese tekens en zo. Dus het lijkt bijna kerst, maar dan op een hele andere manier. Lekker een glitterpak. Ja, glitterbroekjes. Make-uploos. We hebben een hele lekkere dag. Wat we altijd doen op derde kerstdag, gaan we alle leftovers eten die in de aanbieding zijn. Zoals mini kerstboomsnitzeltjes. Ja, en van die aardappeltorentjes. Nu doen we wat kleine cadeautjes en hebben we allebei dit voor elkaar gekocht. Een sterrennotebook. Gewoon dezelfde cadeaus voor elkaar kopen. Echt één brein. Ja. Zo mooi! Oh. Zo mooi! Love it. Dit is precies mijn tattoetje ook, die vallende ster. Hey guys, ik loop lekker met een jurk over mijn hoofd. Het is een uur of 9 s'avonds. Nee, trouwens 7:30. Het regent heel hard. En ik ga naar SBS, want vandaag schuif ik voor het eerst aan bij de desk van Show News.
Hallo! Altijd leuk dit. Even een mini-tour. Hier is de studio. Oké, we zijn er klaar voor. Ik zit helemaal in de make-up. Celine, ben je er ook klaar voor? Ik gooi je even in mijn vlog, hoor. Ja. Ben ik in de vlog? Ja, ik ben er klaar voor. Spannend. Dit wordt leuk. De eerste keer. Yes! Woehoe! De uitzending zit erop. Ik ben lekker bij Jordi thuis in chillpak. Ik heb net mijn nepwimpers afgehaald. Die Jordi wimperkwastjes noemt. En het was zo leuk om te doen. Echt de adrenaline kick die je krijgt van live tv maken. Waar gewoon bijna 2 miljoen mensen naar kijkt, is zo vet. Ook om zo snel te moeten schakelen en te kijken waar je een grapje of een ding in kan fietsen. Ik vond het heel leuk. Nu lekker slapen. Hallo, het is nu donderdag en ik heb net leuke inpakspulletjes gehaald voor weer een kerstfeest vanavond met vriendinnen. En eerst ga ik met Linda en Anna lunchen. Linda is weer in het land. Eens in de zoveel maanden is ze hier en dan zorgen we altijd dat we elkaar zien, dus dat is heel fijn. Echte kerstspirit, mijn hartje wordt er helemaal warm van. Ik ben weer met mijn schatjes, Antje en Lily. Zo fijn om elkaar weer te zien, echt heerlijk. Ik ben met mijn schatjes. Joehoe! Doelie! Check deze tafelstyling van Nicole Huisman Productions. En sneeuwmannetjes. Die skiën over de tafel. Blijf pittig weg. Lief, hè? Dat is een goeie. Geweldig. Even dit in, ja? Oh ja, ja. Wat is het diner? Ja, het diner. Chef Lena Sommerdijk, Lena Oliver, Lena Hey. Ja? Ja, dat kan ik toch helemaal niet lezen vanaf hier. Ik had het voorlagen. Ja, ja, ja. Nee, Lena draagt het voor. Het is haar diner. Oké. Okay. Vooraf beginnen we met brood, olijven en gerookte amandelen. Je zet ook een hele vertelstem erbij op. Daar hebben we eerst maar gerecht, dat is met paddenstoelen gevulde ravioli in paddenstoelen bouillon. En met verse kantarellen. Daarnaast ceviche in citroen, spoon met prosecco en citroen, hoofdgerecht confit de canard, haricot vert en pultjes, rode koolsalade, aardappelgratin, kaasplank. Talk dirty to me! En dan brownie met rood fruit en cookie dough. Jongen, hoe lang heb je hierover gedaan? Best wel kort. Cole en ik hebben het samen gedaan, maar we waren echt binnen een paar keer klaar. Heerlijk, ik heb er zin in. Ja, maar het zit wel in een hele goede mise en place. Dankzij Lena Oliver. Mise en place ook gewoon. Ik heb geprobeerd een brownie te maken. Bijna de eieren vergeten. Wat uit. Dus de voedselvergift geen kompas. Na 7 gangers. Ravioli gevuld met truffel. We doen dus altijd sekspakken kerst. Ik heb dit sekspakken gekregen. Wat volledig doorschijnend is. Maar ook met gouden glitterstippen. Classic! Goedemorgen! Wederom ben ik reunited met mijn lievelingsfamiliemensjes. Joehoe! Kisten? Kisten wat niet. Lekker luipenbroekje. En mijn tweelingbroer en Jordi. En we gaan naar onze open oma in Brabant. We gaan voor ze koken, lunch gaan we maken. Lekker Italiaans. En dan zijn ze helemaal in de nopjes. Het is helemaal niet spannend, maar het is wel voor mensen die altijd aardappelvlees en groente eten. 60 jaar lang. Dus dat is super leuk. En groentesoep en misli is groentesoep met vermicelli. Hakballetjes. Eet ze altijd. Oma Nel is zo chill. Die eet ook al het eten op. Als er een verjaardag is geweest, hebben we nog 3 bakken Chinees open. Gaat ze gewoon voor zitten om het allemaal weg te werken. Nee. Wel, ik zie wel al. Oh, mijn Nelgie. Er is ook een rapper die heet Jong Nelgie. Het zou ook oma Nel kunnen zijn. Oma Nelgie! Je komt op de vlog. Worstenbroden! Oei. Hoppakee, gevulde eitjes. Kijk hoe lang Jordi is naast open oma. Heerlijk, zeg. Smakelijk is het. Een tomaatsoepje. Lekker. We zijn weer thuis en ik heb een noedelsoep voor jullie gemaakt. Met bimi en spinazie en bamboescheuten en gekruide kipstukjes en ei en allemaal lekkere sausjes. Ik heb zelf een bouillonnetje gemaakt. Ik heb het nog nooit aan Jordi voor Jordi gekookt, want hij kan veel beter koken. Maar ik hoop dat hij het lekker vindt. Yes, out of deal! So I'm a sex machine ready to reload.
Happy New Year! Happy New Year! Yes, zo gelukkig. Happy New Year!